Hartstikke idee! Daar gaat hij weer. Welkom. Ja, nog altijd bij Biantje. Zo, ja, ik ben mijn telefoon kwijt. Dat is namelijk een rampie. Oh, wat heb ik die voor het laatst gelaten? Ik weet het helemaal niet meer. Ach, is niet erg. Zo. Gelukkig heb ik deze. Nog een pilsie. Nou, van die 2 weken. Tja, mijn bak is helemaal leeg. Maar geen probleem, want bij Biantje heb je altijd. Dat is per tak niet slecht. Ja, zo. Oh, dan zitten we nog altijd in de dingen in de quarantaine. Oh, jammer eigenlijk, hè. Oh, ik mis het café. En niet alleen het café, ook het varen op de scheve schuit. Hè, zoals Piet Piraten al zegt, hè. Ja, oh, dat mis ik wel. Maar ja, ik mag niet klagen. Het is ook al een feest, als je bij Biantje bent geweest, dus mijn kot vind ik ook geen probleem hoor. Ja, maar dan ga ik wel één ding zeggen, als die quarantaine dingen gedaan is, ja, dan gaat deze natuurlijk terug op het water, hè? Uiteraard, met heel veel jantjes. Ja, dan kan ik weer al wat jantjes geven. Ja, het is grillig, hè. Ach ja. Ja, als ik nu mijn gsm nog had, dan kon ik vragen aan maties hoe het was bij hun in de quarantaine. Maar ja, dat gaat nu niet, want ik heb hem niet bij. Ai, hij is weg. Hij heeft nog geen voetjes gekregen, hè. Ach ja, tjonge. Ik zal content zijn dat hij alles gedaan is. Wat is dat die zeg? Oh. Ik heb ook slecht nieuws. Oh ja. Biantje heeft alles gezien normaal. Ja. Maar deze is ook het laatste. Daar heb ik nog maar 1 bakje van. En dan is hij ook leeg. Dus Biantje moet eigenlijk eens dringend naar de winkel. Maar ja, hoe kan Biantje naar de winkel gaan? De schot is niet dicht. Dat kan bij jou niet aan, hè? En dan denk je me al. Mijn gsm is weg. Dus ik kan niet bellen, man. Geef nou eens een bakje voor Bianchi. Daarmee. Bianchi moet zuinig zijn, maar dat gaat niet altijd. Want Bianchi, die giet me al de hand. Daar gaat hij weer. Heerlijk. Goed, ik ga maar verder zoeken, want zonder gezempje is Biantje niks hier. Was goed, veel gevonden. Allee, zo hè, en tot volgende keer.